Zodra het samenscholingsverbod wordt opgeheven, zal voorzitter Rishma Mangre van de Bond van Leraren BVL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname als verkiezingen uitschrijven. In de afgelopen periode is er kritiek geleverd op haar functioneren. Echter meent de bondsvoorzitter dat het geen leden van haar organisatie zijn die commentaar leveren. Eigenlijk moet je die vraag stellen van wie komen de vragen, toch? Want alleen mensen die lid zijn van de organisatie mogen die vraag stellen, toch? En ik vind het jammer dat tot nu toe de journalisten hebben nagelaten om die vraag te stellen, toch? Want je geeft mensen de kans om allerlei dingen over de voorzitter te zeggen, maar het zijn geen leden van mijn organisatie. Laat mij dat voorop stellen. En er is een oproep geweest om tegen mij te protesteren op het Bronsplein. U heeft het aantal mensen gezien, 17. Dat spreekt boekdelen. U mag uw eigen conclusie trekken. Dus wij zijn een organisatie, wij zijn georganiseerd. En als er dingen niet goed gaan, dan weten mensen ook waar de plek is waar ze hun misnoegen kunnen uiten. De indruk nu moet niet bestaan alsof ik daar wil zitten. Maar kijk, als je geen lid bent van de organisatie, dan heb je makkelijk praten. Het is precies zoals u bij ATV werkt. Ik heb het recht niet om u te bekritiseren als ik niet weet wat uw werk is. Toch? Ik heb dat recht niet. Als je lid bent van die organisatie, ken je de structuur. Ja toch, als u ontevreden bent over uw werk, dan gaat u die klacht niet deponeren bij mij. U gaat het deponeren bij ATV. Toch, als leraren niet tevreden zijn, dan deponeren ze het bij de bond. Ze gaan niet in de media treden, toch? Maar tegenwoordig lijkt het een raadje te zijn om alles van mensen op social media te zeggen. En iedereen heeft vrijbrief om allerlei lelijke dingen te zeggen. Maar goed, ik zal me niet op dat niveau begeven. Ik erken hun problemen die er zijn. Maar dat neemt niet weg dat het op een niet correcte manier wordt geplaatst. Wanneer er problemen zijn, dan schrijf je net een brief. Dan breng je het naar het bestuur en dan zeg je, voorzitter, dit zijn de problemen. En als u geen lid bent van die organisatie, moet u lid worden van die organisatie. Dan kunnen we uw belangen behartigen. Sinds haar aantreden als voorzitter van BVL ALS heeft zij aangegeven verkiezingen te willen uitschrijven. Mangre nam in januari 2019 de voorzittershamer over. De verkiezingen die ze had gepland in augustus 2019 konden vanwege de COVID-19-pandemie niet doorgaan. Ik heb als eerste voorzitter gezegd dat ik de verkiezingen ga uitschrijven. Ik hoefde dat niet te doen. Maar ik heb dat gezegd omdat ik van oordeel ben dat de statuten dat zeggen. En ik ga dat uitschrijven. En de datum was ook al gepland. Dat was voor augustus 2019 waren de verkiezingen gepland. Ik heb toen, vorig jaar augustus, heb ik weer toestemming gevraagd aan de minister van Volksgezondheid of ik de verkiezingen misschien zou kunnen uitschrijven met zijn toestemming. En ik heb de brief, de verkiezingen. We hebben een negatief advies gehad. Dus laat de samenleving ook weten dat het niet iets is waar ik koet daar wil zitten. En laat mij ook aangeven dat ik de hamer onder protest had aangenomen. De beelden zijn er nog op Star Nieuws. Mijn voorganger heeft dat ook gezegd. Ik was niet eens voorbereid en ik wilde het niet eens om voorzitter te worden. Vandaar dat ik heb gezegd, ik ga verkiezingen uitschrijven. Dus laat de leden dingen zeggen. Of leerkrachten die pretenderen om een heleboel zogenaamd ontevreden te zijn. Laat ze zich organiseren, toch? Want als je geen lid bent van een organisatie, heb je het recht niet om te praten. Dus de mensen die allerlei dingen over mij hebben gezegd, lelijke dingen. Ik vind het maar jammer dat de journalist die ze al interviewt, niet eens op een moment de vraag heeft gesteld, bent u lid van die organisatie? Toch? En we hebben meegemaakt dat mensen tot ons zijn komen praten en niet eens leerkracht zijn. Dat is dat probleem dat we nu hebben. Wij behartigen de belangen van de leden. Daarvoor zijn we een organisatie. En ik krijg soms problemen met mijn bestuursleden. En ze zeggen, voorzitter, het lijkt alsof plotseling alle leraren lid zijn van de BVL en ALS. Terwijl we de KOB hebben, de SOB hebben, de IOAB hebben, de COB hebben. Er zijn zoveel andere bonden. Maar het lijkt alsof mensen het, ik weet niet of het, ik ervaar het bijna als een persoonlijke aanval. Maar goed, wij zijn strijders. En ik heb gezegd, ik ga conform de statuten, zoals die dat voorschrijven. Zodra het samenscholingsverbod wordt opgeheven, zal ik verkiezingen uitschrijven. En ik heb die belofte gedaan en ik ga mijn belofte waarmaken. Mangre benadrukt dat zij geen grappen met het onderwijs maakt. En dat ze er is om op te komen voor de belangen van de leerkrachten.